Eerst wordt contact gemaakt . Dan worden de handdoeken verwijderd. Dan wordt de temperatuur gepalpeerd, gevoeld of er verschil is tussen links en rechts, boven en beneden. De huidweerstand wordt gevoeld. Eventueel om te weten hoeveel tussenstoffen gebruikt zou moeten worden. De tonus van de spieren wordt links en rechts vergeleken. Van de rugspieren. Van de latissimus dorsi. Er wordt gezocht naar spierverhardingen. Met de vingertoppen kan of door de spieren heen bewogen worden, of er wordt, als de weerstand van de huid erg groot is, dwars op het vezelverloop gepalpeerd. Dan beginnen we met intermitterend drukken. De handen worden om het lichaam heen geplaatst. En de druk wordt gegeven tijdens de uitademing. Bij de inademing volgt de ontspanning en het verplaatsen van de handen. Niet tegen de ademhaling in druk geven, want dat kan benauwdheid opwekken. Tot bovenaan. En eventueel de was intermitterend drukken gegeven worden. Bij het gebruik van tussenstof kan die nu opgedaan worden. Een beetje in de hand, even in de handen wrijven. En dan de rug insmeren. Bij deze rug heb ik het niet nodig. Dan de inleidende greep omhoog langs de wervelkolom, over de schouderlijn, langs de brede rugspier naar beneden en langs de bekkenkant weer naar buiten. Dus omhoog naar buiten, even ontspannen. Naar beneden en weer naar buiten. Dan de effleurages van de rug met de vlakke handen, met de platgrief. Met de handwortels. Duimmuizen. Met de vingertoppen. Dat weer wat rustiger. Om te voorkomen dat er afweerspanning optreedt. De bekkenrand kan uitgestreken worden. Boven de bekkenrand met de gehele handen of met de pinkmuizen. Met de vingertoppen. Uitstrijken van de tussenribspiertjes. Dus er wordt wat rek aan de huid gegeven wanneer de beweging vanaf één kant gedaan wordt.
Want als de huid erg los zit, dan wil het nog wel eens zijn dat in de zij er te veel huid overblijft. Het is de bedoeling dat de vingers tussen de ribben geplaatst worden. Aan twee kanten kan het zo uitgevoerd worden. Dan kunnen we de rijbongen uitvoeren. Is plat krief omhoog, harken krief naar beneden. Om nog even de rug helemaal rood te maken. En de rustkrief. Mag naar twee kanten druk gegeven worden, zowel naar boven als naar beneden. De tegengesteld cirkelvormige. Naar beneden aan de ene kant wisselen en naar boven aan de andere kant en weer wisselen. De vingers blijven steeds naar dezelfde kant wijzen, dat is naar de overkant van waar ik sta. En dat kan ook met de rustgrief. De rondjes kunnen ook wat kleiner gemaakt worden en weer wat groter. En parallel effleurage, helemaal rond die rug. Helemaal omheen. Eventueel zouden nu wat huidhandgrepen toegepast kunnen worden, wanneer dat geïndiceerd is. Oftewel als de huid nog wat beter doorbloed zou moeten worden, of wat vast zit. Het beste is eigenlijk om het alleen maar in de dwarsrichting te doen. Zorgen voor een goede rol en dan er doorheen lopen. Dus de huid naar de wervelkolom toe trekken en dan rustig rollen. Dan de harmonica grief, de huid verschuiven. Kan aan twee kanten. En het huid plukken. Wanneer met name de spieren beïnvloed moeten worden en een betere circulatie in de spieren opgewekt moet worden, hebben de huidhandgrepen vooraf niet zoveel zin, omdat er dan te veel bloed naar de huid getrokken wordt. De kneedingen, de handwortelkneedingen, ik zal hem ook even met één hand laten zien. Goed druk aan de zijkant tegen die erector geven. En met de duimmuis ook hier weer goed bij de rand van de erector zitten, van die brede rugspieren,
Tussen de schouderbladen zijn die wat minder duidelijk, hebben ze een wat mindere rand. Dan zit de druk wat meer die kant op gericht. Terwijl lager dit gebied de druk wat meer schuin naar binnen gaat. Dus schuin het lichaam in. De pinkmuis kan uiteraard met twee handen tegelijk. Dus op die manier. Worden de pinkmuizen gebruikt voor de kneding van de rug en de vingertoppen. Word weer rustig aan om te voorkomen dat er te veel kracht gezet wordt. En dan de kledingen dwars uitgevoerd. Met één hand. Met de handwortel. Wordt de rug in de dwarse richting tegen de wervelkolom uitgedrukt, de rugspieren. Je kan met één hand, wanneer de persoon te veel de neiging heeft om weg te gaan verliggen, weg te rollen, wordt de andere hand ter ondersteuning gebruikt. Het kan ook met twee handen gelijktijdig. In ieder geval zegt hand na hand. Met twee handen werken. Wanneer de handen groot genoeg zijn en de rug niet te groot, kan eventueel tegengesteld cirkelvormig met de vingers en de duim over de wervelkolom heen. Dus aan weerskanten van de wervelkolom de spieren tegengesteld cirkelvormig gekneed worden. Dat is een handgreep die over het algemeen met mijn handomvang niet zo makkelijk uitgevoerd kan worden. Maar bij grotere handen of bij hele kleine ruggen is het wel een mogelijkheid die zeker lekker kan zijn als je hem ook goed kunt omvatten. Dan kan de bekkenrand apart nog gekneed worden met de pinkmuis. De andere kant ook. De vingertoppen. Wordt dus van boven tegen de bekrand aan gedrukt. Even een effleurage. Dan een frictie. Kan met één hand op de andere hand, omdat het in vrij diep gebied is, heel vaak gespannen.
en ook in het verloop van de spieren. Druk van frictie is altijd omgekeerd evenredig met de pijn. Dus hoe meer pijn, hoe minder druk, hoe minder pijn, hoe meer druk. Maar nooit te. Een massage moet nooit onaangenaam worden. Altijd even strijken. Zeker waar gefrictioneerd is, even strijken. Dan kan de onderrug toegedekt worden en de armen omhoog gedaan worden. Kunnen we apart nog even de nek masseren in deze uitgangshouding. Effleurage van de musculus. Trapezius. Met twee handen. Met de ongelijknamige hand. Met de vlakke vingers. Met de vingertoppen. De supraspinatus met de vlakke vingers. En de duimhuis. De infraspinatus met de platgrief. En de handwortel. Deze kant. Het is makkelijker om te lopen voor deze zijde. Ook deze kant, zowel links als rechts, worden dus beide spieren, supra- en infraspinatus, ook behandeld. De kneding van de trapezius met de gehele hand. Voorzichtig met de vingers aan de voorkant, dat niet de keel of de sleutelbeen ingedrukt wordt. Met de vingers en duim in de nek tot aan de occipitaalrand, dus achterhoofdsrand, tot hier bovenaan, wordt de beweging doorgevoerd. Op die manier. De druk niet te veel naar beneden, naar de bank richten, anders komt er een knik. Dat kan ook alleen met de vingertoppen. Tegengesteld cirkelvormig. Met de duim en met de vingers. Met de vingertoppen en de duimtop ook parallel mobiliserend, heel voorzichtig. Niet bewegen tijdens het kneedmoment. Daarmee bedoel ik niet over de huid heen glijden. Wanneer de nek heel gespannen is, dan kan er ook een huidrolling over de trapezius ter voorbereiding van de kneding gebruikt worden. Dus eerst heel rustig de huid wat losser maken. En daarna voorzichtig een kneding uitvoeren. Kneding van de supraspinatus met de vingertoppen, kan ook met de pinkmuis, of de duimmuis of de duimtop. De infraspinatus
met de handwortel. Wanneer de bewegingen aan, wanneer de handgrepen aan deze zijde klaar zijn, dan loop je om en dan doe je de kledingen aan deze kant. Dan kunnen de armen weer naar beneden toe. Kan eventueel de latissimus dorsi, die had net ook gedaan kunnen worden, nog geëvalueerd worden, heel specifiek. Vooral als de bovenarm of de schouder beïnvloed moet worden. Dat is een spier die over de schouder heen loopt. Kneden met de vlakke vingers onderaan en met de gehele hand boven. In de oksel, waar de spier wat dikker is en omvat kan worden. Ook hier kan weer tegengesteld, cirkelvormig gewerkt worden. En parallel. Ter ontspanning kunnen schuddingen van de huid van de rug uitgevoerd worden. Voor de latissimus direct. De rechte rugspieren, de lange rugspieren, die zijn moeilijk direct uit zijn ligging te brengen. Het is meer dat de hele rug op deze manier geschud wordt. Ook kan er een vibratie uitgevoerd worden, waarbij de beweging loodrecht op het weefsel is. Indien noodzakelijk, en dat zou kunnen zijn als er activiteiten opgewekt zou moeten worden, of de circulatie wat bijvoorbeeld in de opperhuid, kunnen tapotemans. Niet alle tapotemans kunnen op de rug toegepast worden, omdat sommige te intensief zijn en de spiermassa op de rug niet zo groot is. Supinerende waaierslag, net als de pronerende waaierslag. De batra aan der komt hier mee, welke nogal eens gebruikt wordt wanneer iemand het benauwd heeft en slijm in de longen. Altijd met ontspannen polsen en de richting van de beweging is omhoog en niet zo plat naar beneden. Supinerende kloppen. En met gespreide vingers hakken. Nooit op de wervelkolom of op de uitstekende botten slaan. En ook niet in het niergebied. En een eindeffleurage. Waarbij de hele rug helemaal geraakt wordt. En dan wordt de rug toegedekt. Kan iemand nog even nagenieten van wat er gebeurd is.